Hoi, ik ben Tessa en ik ben de moeder van Jairo die nu 7 maanden oud is. De afgelopen weken hebben wij de diffraxspeentjes gebruikt. Deze waren heel erg nieuw voor Jairo. We gebruikten eigenlijk altijd andere speentjes, dus in het begin moest hij heel erg wennen. De speentjes komen in een dental of een naturel vorm. Nu was dental al de vorm eigenlijk die we vaak gebruikten, dus Jairo is daar wel bij gebleven. De naturel, die spuugde hij eigenlijk meteen weer uit. Nu, na een tijdje, gaat hij daar ook wel aan wennen. Maar dental heeft toch echt zijn voorkeur. Die pakt hij ook zelf. En die kan hij ook zelf in zijn mondje stoppen. Dus die hebben echt de voorkeur. Wat ik leuk vind aan deze speentjes is dat ze hele leuke designs hebben. Hele leuke verschillende designs. En die zijn ook niet echt heel erg kinderachtig. Want dat vind ik dan zelf persoonlijk weer erg leuk. Het zijn hele erg sterke speentjes. Dat kan je merken als je eraan trekt. Ze zijn makkelijk te onderhouden. Je kan ze gewoon heel makkelijk onder de kraan afspoelen. Ik steriliseer ze ook 2 à 3 keer per week in de magnetron. En ze blijven gewoon eigenlijk gewoon heel lang sterk. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ze groeien mee met het kindje. Je hebt ze in verschillende leeftijdscategorieën. Wij hebben natuurlijk de 6+ gebruikt. Het mooie is dat het meegroeit. Dus het kindje heeft niet in één keer een hele grote speen in zijn gezicht of iets dergelijks. Ook het zuiggedeelte dat groeit mee met het kindje. Dus dat wordt harder naarmate het kindje ouder wordt. Omdat die behoefte natuurlijk ook groter wordt. En ja, als ze tandjes krijgen, dan moet het wel wat kunnen hebben. Al met al ja, zijn wij dus erg tevreden over deze speentjes. En nu Jairo eraan gewend is geraakt, denk ik dat we deze ook gewoon lekker blijven gebruiken. En raad ik deze absoluut aan alle andere moeders aan. Nou, dit was het weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.